De stemming onder de werknemers van Termfos is gelaten. De onzekerheid over werk en salaris overheerst. Het is gewoon afwachten. Een aantal mensen zijn emotioneel. Ja, het is logisch. Als je een eigen huis hebt, dan kan je daar ook verkopen. Je weet het niet. Dus het is gewoon pure onzekerheid. Ik blijf optimistisch. Het is wel een heel raar gezicht, maar ja, je weet niet hoe de situatie is. Het kan veranderen, maar ik heb nog steeds goede hoop op een goede afloop. Ook directeur De Ruiter is onverminderd positief. Hij verwacht een faillissement, maar dat hoort nu eenmaal bij het proces van overname. Ja, faillissement klinkt verschrikkelijk emotioneel zwaar. Maar het is eigenlijk wat we vanaf het allereerste begin hebben kunnen verwachten. We hebben dat natuurlijk wel willen voorkomen. Hè? Dus het liefst zou ik nu al met een koper naast me hebben gestaan om te zeggen van nou ja, we gaan doorstarten. Maar dit proces is op zich... Is op zich gebruikelijk en we zijn dus, deze week komen de biedingen binnen en zijn we, ja, proberen we zo snel mogelijk ook een doorstart perspectief te bieden. En met name ook omdat, en dat is het eerste wat ik 6 keer tegen elke koper zeg, kijk, kopers kopen ons vanwege ons cradle-to-cradle concept en vanwege, vanwege de technologische ontwikkelingen hier. En daarmee, kijk, geef mij een oven en er komt geen Don Vos vooruit. Geef mij een oven en goede operators en de, zeg maar, de fosfor komt er wel uit. Dus ik bedoel, de know-how, het is gewoon ontzettend belangrijk dat onze werknemers, ondanks dat ik ze nu op dit moment natuurlijk nog niks kan bieden, maar dat onze werknemers niet en masse verdwijnen door de bezorgdheid voor faillissement. Omdat juist zeg maar, zij een hele belangrijke schakel zijn om die doorstart mogelijk te maken. Maar zal natuurlijk iedere koper zal denken van ja, maar dan moet eerst die stroom uit Kazachstan ingedampt worden. Nou, dat is wel het aardige, daar focussen we allemaal op en natuurlijk is dat wel belangrijk. Maar als wij de investeringen kunnen doen, dus gewoon onder geïnvesteerd in deze plant. En als we de investeringen kunnen doen, dan zijn we ook... goed, dan zou het helpen als de antidumping wordt toegekend van Kazachstan. Maar dat is niet essentieel voor het bestaan van dit bedrijf. De Ruiter gelooft niet dat Termfos te laat is begonnen met de milieuvriendelijke productie. Voor alles wil hij voorkomen dat er nu kennis wegvloeit. Ja, het vergt gewoon tijd om de markt en de politiek rijp te maken voor innovatieve ideeën. En het zou ongelooflijk sneu zijn als we net voor de eindstreep, omdat je tijdelijk geen geld hebt. Want het is echt een kwestie van een brugfinanciering die we nodig hebben. Of in ieder geval geld van een nieuwe aandeelhouder die de investeringen wel kan doen in de milieutechniek en in cradle to cradle. En dat zijn echt geen honderden miljoenen. Dat is een behapbaar bedrag. Althans, goed, niet voor mij, maar wel voor anderen. Waarmee we deze site en dit bedrijf wereldwijd kunnen redden.